Dit is een biertje, dit is een wiel op 10.000 RPM en wat je op de achtergrond hoort is een micro viertakmotor. Maar laten we eerst een paar weken teruggaan. Het begon allemaal toen ik deze modelbouw viertakmotor kreeg met de vraag of ik hem wilde testen voor op mijn kanaal. Hij zat er nog niet in elkaar, dus dat mocht ik eerst zelf gaan doen. Alle componenten zaten los in de kit en op die manier kon ik zelf de motor helemaal opbouwen en daar heb ik een hele hoop van geleerd. Maar op mijn kanaal doe ik veel meer dan alleen bouwkits in elkaar zetten, dus er moest iets gaafs mee gaan gebeuren. En wat is er nou leuker dan een viertakmotor om je biertje te openen? Dus ik ben aan de slag gegaan. Zelf was ik al jaren gefascineerd van het concept vloeistofkoppeling, dus die besloot ik gelijk toe te voegen aan mijn bieropener. Het idee van een vloeistofkoppeling is dat er één aangedreven schijf is die de olie in beweging brengt en die olie die neemt vervolgens de andere schijf mee om de rest aan te drijven. Dat is natuurlijk best wel vet en het idee dat het vliegwiel niet star aan de motor verbonden zou zijn beviel mij ook wel. Op mijn CNC-frees heb ik het hele huis gefreesd en ook de rotors voor de koppeling. En die laatste waren best wel tricky, want ik had bedacht om ze vanaf twee kanten te gaan frezen, iets wat ik nog nooit gedaan had. En beide kanten zijn gelijk. Heel vet dat dit gelukt is. Uiteindelijk ging dat met een klein toeltje probleemloos en kon ik hem gaan testen op de boormachine. En dat ging wel, maar dat gaf maar weinig koppel. Dus heb ik versie 2 gemaakt met iets grotere schroepen en deze kon ook vanaf één kant gefreesd worden. Dus dat scheelt weer. Deze tweede versie gaf mij een stuk meer koppel en had mijn voorkeur voor in de bieropener. Voor het bieropener zelf had ik twee concepten. Optie 1 was om met grof geweld subtiel de dop eraf te slaan. En concept 2 was om met het geweld van de hoogtoerige motor terug te brengen naar een subtiel mechanisme. Laten we ze beide even testen. Voor het eerste concept heb ik dit wiel geprint en daarin twee aluminium plaatjes gezet. Door het wiel op 10.000 RPM te laten draaien en er voorzichtig een biertje tegenaan te zetten, kan je zo het dopje wegschieten, in theorie. Komt wel heel nauw. Maar dat geeft niet. Kijk, eerst kom je die hals tegen en dan pas die. Dus als je onder de goede hoek zit, dan raak je eerst het dopje. Dus ik moet hier een mooi framepje voor maken met de motor en deze een soort van geleiding geven. Het werkt! Hoe gaaf! En volgens mij is hij nog heel ook. Dit is wel heel cool. Dus nu, na één biertje, al helemaal stuk. Dat werkt best wel goed en eigenlijk had ik hier de keuze al gemaakt. Maar er is ook nog een concept 2. Voor concept 2 gebruik ik het witwoordmechanisme om een arm te maken die langzaam naar beneden gaat en snel weer omhoog. Met het armpje rechts wordt dan het biertje geopend. Tenminste, dat was het idee. Dat dit niet werkt, dat ligt 100% aan mijn uitvoering hiervan. Maar zelfs met een heel klein beetje tweaken op de delen die ik had, kreeg ik het niet zomaar werkend. En mijn keuze die was eigenlijk al gemaakt voor optie 1. Dus laten we die nog eens bekijken. Om dit allemaal tot één complete machine te maken, monteer ik alle delen op een houten base die ik met aluminium heb bekleed. Dit is een 0,5 mm dik aluminium wat ik op maat knip en vervolgens op het hout plak. Dit geeft super simpel een hele stoere look. Op deze basis kan ik nu alle onderdelen monteren. De motor, de vloeistofkoppeling en het aluminium frame wat ik gesoldeerd heb voor alle poelies en het vliegwiel. Het vliegwiel zelf heeft ook een upgrade gekregen en deze heb ik nu uit pomp gefreesd en ik heb de aluminium tanden vervangen voor RVS. Dat zou in theorie een stuk veiliger moeten zijn dan het geprinte deel, maar dat bleek niet helemaal het geval. Laten we eens gaan testen. Tijdens dit project heb ik al heel wat met deze motor gerommeld om hem lekker te laten lopen. Doordat hij zo klein is, heeft hij regelmatig een klein beetje tweaken nodig om hem optimaal te laten lopen. Zeker als hij koud is of als hij juist weer warm is. Maar nu met alles op het frame krijg ik hem helemaal niet meer gestart. Na het testen ben ik erachter dat het een vloeistofkoppeling moet zijn die veel te veel weerstand geeft. Dus die moet er helaas tussenuit.
het onderdeel wat ik er zo graag in had. De vloeistofkoppeling heb ik vervangen door een slipkoppeling, waar simpelweg het riempje overheen loopt. Dus nu kan ik hem echt gaan testen. Deze is blijkbaar daar doorheen vertrokken. Holy crap. Ik ben blij dat hij daar doorheen ging en niet door wat anders. Gisteren heb ik al die dingen afgemaakt dat ik hem kon gaan starten. En vanochtend begon ik met, nou, hoef hem alleen nog maar te starten. Nou, het is nu bijna 2 uur. En het is een interessante dag. Ja. Opgelost. Die ging niet goed. Biertje, iemand? Nu ik een paar biertjes kapot heb getikt en mijn werkplaats langzaamaan ruikt naar een bruine kroeg op zondagochtend, is het een mooi moment om toch eens terug te gaan naar het geprinte wiel met aluminium tanden. Ik heb het geprinte wiel er weer op gezet, want het gevreesde wiel dat ging gewoon niet lukken. Ik denk dat die tanden te groot zijn of net even verkeerd zitten, maar ik breek er alleen de biertjes mee. En dat is niet de bedoeling. Nu werd geprinte wiel aluminium tandjes, want dat werkte. En dan gaan we het gewoon nog een keer proberen. En ik hoop dat ik er nog wat biertje mee kan openen voordat hij helemaal uit elkaar trilt. Want het is best wel een geweld wat er zo op komt. Gelukt! Proost! Heel eerlijk was ik al blij dat het mij gelukt is om hier überhaupt een biertje mee te openen. Ik was een beetje doorgeschoten in het toevoegen van complexiteit, wat uiteindelijk allemaal stuk ging of in de weg zat en ik niet goed een biertje kon openen. In de toekomst ben ik zeker van plan om nog een overcomplicated bier openen te maken, maar dan zonder nitromotor en juist rustig en clean. Ik wil mijn patrons super bedanken, want namens jullie is deze video mogelijk. Wil je nou ook patron worden? Klik dan even op de link rechtsonder. Ik ga mijn werkplaats schoonmaken. Tot volgende week. Waarom leer ik hier toch nooit van?